Goedemorgen YouTube, kaderleden, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag, bijzondere dag. Ik heb een afspraak bij het o zo geweldige RDW. Twee weken geleden ging ik rijden met maatje van me op zondag, of drie weken misschien alweer terug. En het was 15 graden denk ik, zonnetje. Dus het was prima om eventjes op pad te gaan. En toen zeiden we van joh, wat gaan we vandaag voor route rijden? Ik zei, nou ik heb er nog wel één. Ik zei, maar er is wel, dat is wel via de Lekdijk. Daar wil nog wel eens controle staan van politie. Maar wij dachten ook, het is helemaal niet super goed weer. Weet je, het was bewolkt, het was 15 graden. Ook weer niet dat je zegt, nou, heel Nederland zit op de motor. Nee joh, dat loopt wel los. Nou ja, jullie voelen erbij natuurlijk al hangen. Dus wij rijden. We hadden gewoon een... privégesprek. We waren helemaal niet hard aan het rijden, weet je wel. Gewoon relaxed. Ik denk dat we gemiddeld op die dijk gewoon 60 reden in zijn 5. En op een gegeven moment kruist er een motoragent. Die komt vanaf de andere kant op de dijk. En ik steek nog netjes mijn hand uit om even te zwaaien. Ik krijg nog een handje van hem terug. En op een gegeven moment 10 minuten verder, denk ik. Of een kwartiertje, nou zoiets. Toen ik zeg, ik kijk in mijn spiegel en ik denk, verrek, daar zit die hoor. Dus ik zeg tegen die maat van me, ik zeg, is dat nou die motoragent achter ons? Hij zegt, ja, dat kan bijna niet anders. Dus ik denk, nou, daar gaan we hoor. Maar ja, we reden hartstikke chill. Ja, hij rijdt een tijdje achter ons. En op een gegeven moment denk ik 5 minuten verder haalt hij ons in en dan blijft hij ook nog een paar minuten. Maar je ziet dan wel zo kijken in die spiegels, weet je wel, van oké. Okay. Die maat van me zegt, hij gaat ons sowieso meenemen, hij is gewoon aan het kijken voor een plekje. En we krijgen stopteken. Dus ik rijd met hem, we rijden achter me aan. Op een gegeven moment, hij komt naast me staan, hij zegt, zo, wat een gave motor, is die net nieuw? Ik zeg, nee ja, hij is uit 2019. Ik zei, maar ik ben er wel zuinig op. Dus hij zei, ja, het ziet er gaaf uit dat ding. Voorbeeldig rijgedrag, zei hij nog. Hij zei, en daarna van de reden dat ik jullie staan nou, is ik reed over de dijk en ik hoorde een aantal motoren op de dijk. Bij jullie had ik de meeste twijfel, zei hij, over het geluid. Dus ik wil jullie graag meenemen naar het bureau om even een geluidsmeting te doen. Maar ja, ik zit natuurlijk met een andere uitlaat. Dus ik zei het ook tegen de agent. Ik zeg, nou meneer, ik kan u alvast vertellen. Het meidje gaat er overheen. Dus hij zei, ja, nou, ik wil toch even een meting doen. Dus wij mee naar het bureau. En ik denk, wij komen gewoon in een algemene controle komen wij uit. Hij vroeg nog, willen jullie koffie? Want ik moet het even uit het bureau halen. Dus die man die ging het bureau in. Nou, wij natuurlijk bakken koffie. Op zich verder gewoon keurig die man te woord gestaan. En hij haalt alles uit het bureau speciaal voor ons. Hij schoof ook allerlei dingen aan de kant, hè, want er mag dan niks om je motor heen staan van 3 meter. Want anders kan je in bezwaar gaan, dan kan je hem winnen. En een paar van die koffertjes erbij en een microfoontje. En hij had zo'n soort driehoekje. Want ik heb inmiddels geleerd dat de afstand tussen de microfoon en je demper moet 50 centimeter zijn. En een bepaalde hoek hebben. Nou, daar hebben ze dan een soort driehoekje voor. En daarmee kunnen ze dat precies meten. En ja hoor, die man deed alles keurig. Keurig volgens een boekie. Dus nou, hij zegt, wie wilde eerst nadat hij alles heeft gepast? Nou, dan ga ik wel ook, toch? Ik wist sowieso, ik ga er zwaar overheen. Laat me er dan maar vanaf zijn. Ik loop naar mijn motor. Ik zeg nog tegen die agent. Ik zeg, mag ik... want ik moest een stoepje oprijden. Ik zeg, mag ik zonder helm even dat stukje door? Nou, dat mocht. Ik pak mijn motor en ik rij het stoepje op. Ik zet hem voor hem neer. Nou, hij gaat ermee bezig. Ik mocht dus... Want er staat dan op je frame, staat er schijnbaar hoeveel herrie je mag maken. En ik mag dus 93 decibel maken op 5000 toeren. Ik dacht, jeetje, 93 decibel. Volgens mij is mijn stofzuiger maakt nog meer geluid dan mijn motor dan. Daar ging ik natuurlijk zwaar overheen. Dus hij ging meten. Nou, wat denk je? Want hij zei, oh ja, dat is ook nog mooi. Hij zei, als je 3 decibel meer hebt... Dan is het al een verdubbeling van het geluid, vertelde die. Dus ja, ik denk, wow, het zal wel. Ik op de meting, wat denk je? 106! 106, ja, ik mag eigenlijk niet om lachen natuurlijk, maar... Ik zei, dat is iets eroverheen. Na die meting, hij zegt, wil je er wat over zeggen? Ik zeg, nou, zoals u in het begin aangaf bij staande houding... dat u aangaf dat we voorbeeldig rijgedrag hebben getoond.
En dat u ook nog aangeeft dat wij u keurig te woord staan, omdat die sommige mensen schijnbaar dus wel eens buiten het hek moet zetten, omdat ze zich niet kunnen gedragen. Mag ik toch hopen dat we het met een waarschuwing of maximaal een geldboete af kunnen staan? Want ik wist natuurlijk ook, ik heb geen zin in die wolkmelding. Dus hij zei, en dat verbaast me enorm, omdat die man dus roomser was dan de paus, zei hij van, ja, ik laat het even afhangen van de meting van die vriend van je. Want ja, die maat van mij stond natuurlijk nog te wachten. Maar die heeft zijn motor gekocht zonder decibelkiller. En gewoon een andere uitlaat. Wat oudere motorfiets. En die zei ook van ja, dat zal bij mij vast ook geen goed nieuws zijn. Dus nou, hij op de meting. Hij mocht dus, dat was gek genoeg. Hij heeft een 600cc motor, wel 2-cilinder. Dus ik denk dat hij daarom misschien wat meer herrie mag maken. Maar hij mag dus 95 dB maken op 5000 toeren. Ja, hij kwam uit op 104. Je hebt dan 2 decibel marge. Hè? Dus ik mag dan, als je 93 hebt, mag je max 95 maken. En hij mocht dan max 97 decibel maken. Even kijken hoor. Volgens mij moet ik ondertussen... Oh nee, ik moet eentje verder zijn nog. Oh, ik denk dat ik wel daar moet zijn. Nou, anyway. Ik ga het jullie zo verder vertellen. Want hoe laat leven wij nu? Want ik sta dus nu bij het RDW. RDW office. Dus ik ga er even naartoe. Dan ga ik me eens even aanmelden. Ja. Zin in. Ik vertel het nog wel even af. Dus hij ging er ook overheen. En toen zei die agent dus. Ik twijfelde er eerst over, maar bij nader inzien ga ik jullie toch beiden een wok geven. Dus ja, daar staan we dan. Ik heb het standaard uitlaatje er weer onder gemonteerd. Zoals jullie zien. Ja, op zich, ik vind het niet meer staan. Het geluid is wel echt even een ander verhaal. En ik heb dus nu een, ze noemen het wit kenteken. Om vandaag te mogen rijden. Net even snel in elkaar geflanst gedoe. Maar het zit. Rode reflector erbij gepompt. Dus volgens mij moet die prima door de keuring heen komen. Ik ga het jullie zo laten weten, boys. En ik zal ook nog wel even vertellen over hoe die keuring een beetje ging. Want daar kon ik online niet zo heel veel over vinden. En misschien ook wel een keer goed als dat online verteld wordt. Alright, pieps. Ik zie jullie strakjes. Hallo. Alright, daar ben ik weer, boys. Nou, net... opgegaan voor de keuring. En wat denken jullie? Geslaagd. Decibelkeuring is gedaan. Eigenlijk hebben ze de hele motor zijn ze mee bezig geweest. Ik moet zeggen, ze zijn er lang mee bezig geweest. Ik heb zomaar 3 kwartier staan wachten. Dat was wel heel lang. Maar ze begonnen gewoon met een paar standaard dingen te checken. Of lichten werkten en zo. En knipperlichten en dergelijke. Ja, volgens mij ging dat allemaal prima. Maar op een gegeven moment staan ze dus met z'n 3-4 bij mijn motor. Ze staan naar die achterkant te kijken. En ik zal straks al even het filmpje laten zien. Mijn achterkant is niet origineel. Daar heb ik een LED-verlichting op gezet. En die moet dus eigenlijk officieel, moet dat dus 17 centimeter uit elkaar zitten, heb ik net begrepen. En bij mij zat het 14 centimeter uit elkaar. Dus hij zei, daar kan je gezeik mee krijgen. Maar hij heeft hem wel goed gekeurd, want hij zei, het is zo goed zichtbaar. Dus ja, dat is geen probleem. Nou, heel even de snelweg opdraaien. Ja, ze stonden daar lang naar te kijken hoor. En ik zat hem op een gegeven moment te knijpen. Ik denk, nou die gaat gewoon afgekeurd worden. Vanwege die knipperlichten. Maar ja, hij kwam voor het geluid. Dus ik denk, god, die geluidsmeting moet ook nog. Nou heb ik op zich standaard uitlaat eronder. Ja, het was wel grappig. Ik stond net ook met een guy die moest met zijn brommer op de keuring. En nog met een meneer die voor zijn auto moest. Ja, die auto was met een kwartier, 20 minuten klaar was er doorheen. En die brommer, dat duurde denk ik een... wat zal het zijn geweest? 20 minuten. Ja, hij dacht echt, zijn brommer wordt afgekeurd, want hij had een heel ander blok erin, wat totaal niet aansluit bij de scooter zelf. Maar hij kreeg daar op een gegeven moment over zijn balhoofdlagers of zo, wat versleten waren en dat hij die moest vervangen, maar dat hij verder al goed gekeurd was. Ja, ondertussen sta ik daar en ik ben op een gegeven moment een half uur verder. Ik denk, ja, weet je wel, hoe lang moet het nog duren? En die jongen van die brommer die was blijven wachten, want daar had ik wel een prima gesprek mee. Dus die zei, nou, ik wacht, ben ook wel benieuwd naar jouw uitslag. Nou, dat duurde maar op een gegeven moment een half uur verder of zo gingen ze geluidsmeting doen. Dus nou, daar waren ze op zich vrij snel mee klaar en ik had hem zelf ook al gemeten. Toen dacht ik, dat zal wel loslopen. Dus ja, hij wachtte. Oh ja, toen 3 kwartier verder kwamen ze met motor aangelopen en ik zat hem toch te knijpen. Maar
Ja, ze zeiden dat hij gewoon goed was gekeurd. Ze zeiden wel, ja, je moet eigenlijk, sinds je achterlicht zit iets te dicht op, 14 centimeter en het moet 17 zijn. Hij zei, maar het is zo goed zichtbaar dat ik je daarom niet ga afkeuren. Hij zei, maar je zou daar een wok over kunnen krijgen. De motor werd wel helemaal mee naar achter genomen. Je kan dus eigenlijk moeilijk kijken. Die auto die stond pal voor ons neus, die keuring. Dus dat ging eigenlijk vrij simpel. En ook de brommer konden we niet zien. Dus je mag ook eigenlijk niet mee. Er mag maar één persoon naar binnen en je mag niet filmen, niks. Ik dacht, ik ga nog even filmen voor jullie, maar dat kreeg ik ook niet voor elkaar. Maar ja, goed nieuws. Ik ben er blij mee. Hij is goedgekeurd. Ik ga binnenkort de andere uitlaat er wel onder gooien, maar dan met demper. Ik heb nu maar even de standaard uitlaat gedaan voor de keuring. Maar gaan wij hier tussendoor passen? Ja, dat kan. Nu is het de site in de gaten houden en zodra het verbod op de weg eraf is, dan is ze weer vrijgegeven om de straat onveilig te maken. Ik zal maar niet gelijk volle bak gas hier geven, dat ik straks mijn rijbewijs of iets kwijt ben. Het is wel even mooi geweest met het gedoe met de politie. Fikse boete gehad er ook voor. Aan de andere kant kunnen we zeggen, eigen schuld, dikke bult, hè, zo is het ook. En ik rijd zelf zonder demper, dat is de keus. Dan moet je ook niet huilen als je vervolgens daar een keer problemen voor kan krijgen. Hè? Maar goed, dat is verleden tijd. We gaan er weer achter slot de grendel zetten. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Oh ja, voordat ik hem afsluit, laat ik nog heel even zien aan mijn knipperlichten. Waar die dus bijna op afgekeurd werd, maar waar ik uiteindelijk wel gewoon een go op heb gekregen. Dan kunnen wij gewoon weer lekker ritjes gaan maken. En dan heb ik er begin volgend seizoen ook weer geen kopzorg aan, want het is wel lekker als we gewoon weer kunnen knallen. Overigens, die keuring, ze controleren wel echt alles. Met zaklampjes gaan ze overal kijken en doen. Dus mocht je op moeten voor die keuring, dan weet je in ieder geval, ze kijken wel echt overal naar. Boys, ik zal het nog even laten zien trouwens. Kijk, dit is wat ik bedoel met het, ik zal even mijn alarmlichten aanzetten. Maar kijk, dit, zie dit stukje, dus de kniplichten moeten 17 centimeter uit elkaar zitten. En dit is dus bij mij 14 centimeter. Ja, dat hebben ze wel gezegd. Omdat het zo goed zichtbaar is, is die gewoon goed gekeurd.